Hallo iedereen, welkom in een kleine, korte nieuwe video. Maar ik wil jullie iets meegeven, namelijk het stuk waarin dat we soms denken dat chakras, eens dat ze open zijn, dat ze altijd open blijven. Maar dat is dus niet zo. En ik ga het voorbeeld geven van mezelf. Dus zoals je misschien weet, is mijn grootmoeder overleden en was nu afgelopen weekend de dienst. En dat betekent dus dat we met heel veel mensen samen waren. Dat er heel veel emoties waren, heel veel verdriet was, heel veel allerlei andere dingen die gaande waren, waar ik me niet altijd bewust van ben wanneer het gaat over andere mensen. En tijdens de dienst, het moment dat de voorganger of zeg dat het eerste woord spreekt, dan voelde ik heel veel pijn in mijn hartchakra. En voelde ik gewoon dat mijn lichaam probeerde te gaan wenen. Maar ik natuurlijk had zoiets van, ja, maar het is niet van mij, ik ga hier niet gaan wenen. Dus ik probeerde dat in eerste instantie tegen te houden. Nu, ik had dat heel snel door, dat als ik dat ging doen, dat ik deze week, misschien zelfs volgende week, helemaal plat ging liggen, letterlijk geen energie meer zou hebben. Dus heb ik toen eigenlijk in een fractie van een seconde beslist van, kijk, oké, ik weet dat ik een healer ben, ik weet dat ik een kanaal ben. Dus ga ook hier in deze situatie, ook al is het niet mijn verdriet, of toch niet allemaal, ga ik gewoon door me heen laten stromen. Ik heb dat gedaan. De zaterdagavond was ik echt compleet uitgeput. Vandaar dat ik zie dat ik weer last heb van koortsblazen. Dat is altijd wanneer mijn energie echt een hele ferme deuk krijgt. Dat mijn lichaam, fysiek lichaam, moet weer bekomen en weer de tijd nemen om te healen. Nu, de reden waarom ik uiteindelijk dit verhaal vertel, is omdat wanneer je in een dergelijke situatie zit, en een van de vragen die mij vaak gesteld wordt, is van ja, kan je dan nooit helemaal je energie beschermen? Nee. In die zin, als ik nu naar een dienst zou geweest zijn, waar dat er voor mij persoonlijk geen emotionele verbindingen waren, dan zou dat gemakkelijker geweest zijn. Maar door het feit dat je ook emotioneel betrokken bent, is het moeilijk om je daar helemaal 100% van af te schermen. En dat is ook niet de bedoeling. Maar dat betekent natuurlijk dat je heel bewust bent op het moment van hoe dat die impact van die emoties van anderen, de energie van anderen, een invloed hebben op jouw lichaam. Ik moet heel veel boeren laten, dus angsten loslaten daaromtrent ook. En dus, wanneer ik deze ochtend in de auto zat en ik was aan het meezingen met een liedje, en het is daarom dat ik dat doorkreeg dat dat iets is dat ik eigenlijk mag meegeven aan jullie, dan was ik mee aan het zingen, hoe heet dat liedje? Fight Song van Rachel Lennox. Ik ben er super slecht in het onthouden van die dingen. Maar ja, dus het liedje was Fight Song. En op zich heb ik geen moeite om daar in mee te zingen. Maar ik merkte dat, dat mijn keel weer moeite had om heel veel dingen doorheen te laten stromen. Los te laten, zou ik bijna zeggen. En dat heeft natuurlijk te maken met dingen die van het weekend gebeurd zijn, maar ook gewoon dat er collectief gaande is. Ook in mijn eigen connectie met mijn twin en zo verder. En daarop, ik weet ondertussen dat er gebeurt en dan merk ik en vaak eigenlijk een heel goed idee is om te weten of dat, hoe dat zit met keelchakra, hoe open of hoe gesloten dat is. Is eigenlijk gaan zingen. Omdat je merkt dat het ene keer beter gaat gaan en een andere keer gaat moeilijker gaan. En dus nu in dit geval waren bepaalde noten dat ik niet gemakkelijk kon aanhouden of zelfs gewoon niet kon zingen. Omdat het voor mijn keelchakra, dus niet voor mijn stem, maar voor mijn keelchakra, op dat moment te belastend was. Waarom? Omdat mijn keelchakra een stuk gesloten is. Dus er was een stuk nog ballast in mijn keelchakra. Dus dat heb ik gedaan. Heb ik eigenlijk gewoon volledig mijn keel geopend. En dat is eigenlijk, wat doe je? Hoe doe je dat? In het vliegtuig doe je dat ook. Dan ga je helemaal je kaken open doen. Ga je echt gaan met jouw oren laten ploppen. En ga je eigenlijk jouw keel, je van achter jouw keel, ik kan dat moeilijk tonen. Maar dus ga je eigenlijk je keel een stuk naar beneden laten gaan, openen. Vandaar dat ze ook zeggen voor sommigen dat orale seks bij vrouwen eigenlijk maar goed is. Vooral als je heel diep gaat. Nu, dat hoeft niet. Er zijn ook andere manieren om je keelchakra te openen. Maar dus bijvoorbeeld heel hard roepen. Ha! Ha! Ik
ga dat nu niet heel hard gaan doen, maar dus eigenlijk echt gewoon super hard gaan roepen. Meezingen, niet inzetten of dat vals is of niet, maar echt jouw stem gaan gebruiken, maar vanuit een buikademhaling. Dus niet vanuit een ademhaling vanuit je schouders, want heel veel mensen gaan als ze inademen, doen ze dit, maar dan heb je eigenlijk een oppervlakkige ademhaling. Dus echt leren ademhalen met je buik, dat je buik uitzet. Vandaar in elke transmissie, dan zeg ik dat ook, of toch in de meeste, vroeger toch heel vaak, weet je wat ik nu altijd nog doe. Maar dus vanuit je buikademhaling. En wanneer je dus inademt in je buik en dan zet je dat daar vast en dan laat je de energie via je keelchakra naar buiten komen, dan ga je zien dat het superkrachtig is. Nu, als manifester zijnde van ons human design systeem heb ik gedefinieerd keelchakra. Maar dat wil zeggen dat ik veel minder onder invloed ben rond conditioneringen wanneer het gaat over anderen. Dan iemand die bijvoorbeeld geen gedefinieerd keelcenter heeft. Wat moet ik daar nog over zeggen? Ja, daar gekoppeld. We zijn nu ondertussen hier, toch zeker hier in België en afhankelijk van waar hij woont, zijn we in de herfst aan het gaan. Of zijn we eigenlijk in de herfst? En met het begin van terug van school, van de kinderen, zijn er weer veel meer verkoudheden. En ook dan is eigenlijk belangrijk om te weten dat wanneer je een bepaald virus krijgt, en ik heb dat toen dus met het C-virus ondertussen 3-4 jaar geleden al eens uitgelegd, maar wanneer je dus een bepaald virus krijgt en je wordt er ziek van tussen haakjes, heeft dat vaak ook te maken met een bepaalde activatie die je krijgt. Nu, in dit geval, bijvoorbeeld zijn er heel veel neusverkoudheden. Wanneer je bijvoorbeeld keel krijgt van je keel, of je keelchakra, of je keel begint te pijn te doen, ja, heeft dat te maken met je keelchakra. Wanneer je bijvoorbeeld last hebt van je neus, en dus die regio, heeft dat te maken met je oorchakras. Je ogen hebben eigenlijk ook chakras, maar dan ook weer meer dan je derde oog. Die verbonden is met je pijnappelklier en je medulla chakra, die eigenlijk hier vanachter in het zachte stukje van je lichaam zit. Dus dat zijn allemaal dingen. Wanneer dat je dan daarvan bewust bent en dat weet, dan kun je eigenlijk op dat moment gaan zeggen van oké, ik ga me de rust nemen en ik ga mijn lichaam gaan ondersteunen in het integreren van die hogere codes, van de codes, van het hogere licht, van het hogere energie. In een van de vorige video's heb ik ook al vermeld dat er nu op dit moment heel veel hoge energie naar de aarde komen. En afhankelijk van waar jij zit in jouw systeem, ga je merken dat bepaalde energieën vast gaan zetten, niet helemaal kunnen gaan doorstromen. Dus ook op dat moment kan je hulp vragen aan jouw team, kan je werken met de vlammen om je lichaam extra fysiek te gaan ondersteunen, zodanig dat je er eigenlijk geen last van hebt. Wanneer het gaat over je chakras en wanneer je merkt dat je ergens een blokkade hebt, dus wanneer je kan helemaal je chakras openzetten, maar dus door met dingen in contact te komen en door in de 3D-wereld hier te leven, dan gaat ons chakrasysteem en ons energiesysteem weer een stukje in balans. Ook al heb je het volledige diamanten eenheidsbewustzijn eigenlijk geïntegreerd en is jouw aura, je energieveld, eigenlijk een diamanten licht. Sarah heeft me vaak verteld van, ik zie je aura, het is helemaal diamanten, erom, afhankelijk van hoe dat licht zit. Zij is meer helderziende, ik ben meer helderhorend. Dan ziet zij mijn aura, dan ziet zij het licht. Dus zelfs dan zijn er stukken waarin dat je lichaam moeite heeft om die idee te laten doorstromen. En dat heeft, dat is altijd verbonden met je energie en natuurlijk met de dingen die je meegemaakt hebt. Nu in mijn geval was het die dienst met net geen 100 mensen, dus de hele dag ook in die familiekring en al de emoties die daar gaan. Dat zijn maar niet alleen de emoties, ook de verschillende patronen en dynamieken in de familie natuurlijk. Dat is ook een stuk waar ik ook nog iets wil meegeven. Dat is een inzicht dat ik informatie dat ik heb gekregen naar aanleiding van het overlijden van mijn grootmoeder, dat is dat eigenlijk, en ik weet zelfs niet of ik dat al gedeeld heb, het kan zijn als het zo is, vergeef mij, maar mijn hoofd is op dit moment een zeef. Ik vergeet veel meer dingen dan ik vroeger deed, maar ja, vergeef mijn lichaam, laten we het zo zeggen. Maar dus, wat ik wil zeggen, ik ga even wachten, want er zal een vrachtwagen passeren. En dus, wat ik doorgekregen had, was dat doordat mijn grootmoeder niet meer fysiek gezien hier op aarde was, en door het feit dat ik haar in de laatste maanden heb geholpen om nog een aantal stukken te healen, door zelf aan de slag te gaan met mezelf natuurlijk, maar ook een aantal stukken in haar energie mee te nemen en mee te healen,
een stuk, eigenlijk zelfs een stukje verder over te nemen, wat dat niet altijd kan en mag. Maar dus in dit geval was dat wel omdat het iets voor ouderlijks was. En dus, het moment dat ze dan overleden was, ik geloof de dag nadien of 2 dagen nadien, in de eerste dag nadien, dat door het feit dat zij gestorven was, was er geen fysiek ankerpunt meer voor die karma om hier letterlijk geankerd te worden. Dus net zoals dat we eigenlijk als tweelingvlam een onvoorwaardelijke liefde hier ankeren, zijn er ook mensen, jij ook, wanneer dat gaat rond karmische stukken dat jij aan het uitwerken zit, die ook die stukken, die energie, ankeren in hun fysieke lichaam. En dat is door het feit, door het healingwerk dat we gedaan hebben, door het werk met de vlammen dat we gedaan hebben, door dat ook met mijn oma te verbinden, met mijn grootmoeder te verbinden, en ook die stukken voor haar en haar energie ook te gaan transformeren en te gaan optimaliseren, zodat dat eigenlijk volledig weg is, hebben we ervoor gezorgd dat die voorouderlijke lijn gestopt is. Dus volledig getransformeerd is en dus eigenlijk ook letterlijk opgelost is, gewoon volledige lijn. Dat betekent dat voor mij en iedereen die daar eigenlijk ook mee verbonden is, mijn nichten, mijn neven, mijn zusters, mijn broer, iedereen die daarmee verbonden is, zelfs mijn ouders en zijn generatie, zijn zussen, maar door ook verder nog ruimer dan nog, hè, want het gaat nog verder terug omhoog, dus het gaat ook ruimer uit. En dat is net het mooie eraan, dat je nooit de impact beseft en begrijpt van misschien het kleine stukje dat jij hield voor jezelf, welke impact dat heeft op het grote geheel. Net hetzelfde, wanneer jij met je tweelingvlam dingen gaat doen, op die momenten, en je gaat gaan healen, en je gaat gaan stappen zetten, en je komt samen, en je leert lessen, en je gaat door dingen heen werken, welke invloed dat heeft op het collectief. En dat is een van de grootste redenen waarom dat tweelingvlammen niet allemaal op één dag, bijvoorbeeld, zeg maar niet 11 november 2024, komen alle tweelingvlammen samen in juni, en tada, het is opgelost. Jammer genoeg lukt het zo niet. Ik wou dat ik het kon, maar het is niet zo. Omdat 1, het heeft dus te maken met de eigen innerlijke zielsgroei. De groei als de dynamiek tussen het koppel natuurlijk, dus van allebei. En dat is ook die 11-11 die je ook ziet. Dus eenheid in zichzelf, eenheid in de ander. En uiteindelijk dan komen die samen. En toen ben ik aan een tekentje dan de vriendin van de dochter van mijn vriendin vaak doet. Maar dat heeft iets anders te maken. Dat heeft meer op het smeksuele gevlak te maken. Dus dan komen die samen. En dus tweelingvlam die samenkomen fysiek, maar dus ook in eenheid. Energie bedoel ik. Die creëren eigenlijk een derde entiteit, een derde energie. En dus die derde energie is niet alleen de dynamiek, de relatie, maar dat is ook een hoger aspect van hun union, is hetgeen wat ik hoor. En dat op zich creëert eigenlijk een vortex. Een vortex waardoor dat er nog hogere energieën weer naar de aarde komen. Dus kun je voorstellen, daar heb ik wel al een video's over gemaakt, dat als alle tweelingvlammen die hier aanwezig zouden zijn, in één keer op dezelfde dag, op hetzelfde moment, zouden gewoon samenkomen en samen blijven en geen nieuwe uit elkaar gaan of wat dan ook, dus dat niet in het proces zou gaan. Dus dat voor heel veel mensen die geen tweelingvlam zijn, gewoon fysiek onhaalbaar en gewoon super pijnlijk zijn om hier nog op aarde te zijn. Denk mezelf aan de ascensieverschijnselen die je hebt wanneer je hoger energie moet gaan integreren. Minder eetlust. En dat is trouwens iets wat ik zelf ook vaak met mijn twin ervaar. Dat wanneer onze energieën dichter komen, dat een invloed geeft op gewoon mijn verteringsstelsel. En dat is soms handig. Dus dat zijn allemaal dingen en daarom is het ook belangrijk dat je leert je lichaam kennen. Dat je leert je lichaam te kennen in functie van hoe dat reageert op energie. Als jij ergens naartoe gaat, naar feestjes, en dan heb je 4-5 dagen in de week nodig om te bekomen, of dan ben je altijd super moe of wat dan ook, ja, dan is dat omdat je lichaam heel veel moeite heeft en dus constant probeert die energie te gaan transformeren. Terwijl op dat moment dat je moest je bewuster van zijn en bewuster mee omgaan, dat je je lichaam zou kunnen helpen in het veel sneller transformeren van die stukken. Voilà, ik ga het hierbij laten, want ik zie dat ik zag net 14:14 daarnet ook, dat het anders te lang wordt. Dus ik ga hier nu deze video uploaden, zodat iedereen mee is in het verhaal en ook dit weer weet. Ah ja, wat ik nog wil zeggen, dus wat kan je doen, en dat is eigenlijk een heel simpel ding. Ja, leren werken met de vlammen natuurlijk. Maar wanneer je zegt van, ik transformeer mijn chakras en mijn energiesysteem naar optimaal. Of als je het niet voldoende vertrouwt
omdat je niet gewoon bent om met de vlammen te werken, bijvoorbeeld, dan kan je ook gewoon vragen aan je team van dank u wel of beste lichtwezens van de eenheid. Dus ik zeg wat de beste lichtwezens van de eenheid, omdat je dan zeker bent dat je met energie werkt die al in eenheid is en die geen stukje ego nog van zichzelf meegeeft of meedraagt. Dus je werkt dan met de hoogste energie mogelijk. En dan kan je je vraag stellen of wat je hulp mee wilt. Al is het in het verkeer, of al is het iets anders, of al is het met je financiën, of al is het een oplossing zoeken voor een discussie, of een probleem met je ex, of wat dat ook maar is. Vraag beste lichtjes van eenheid, dankjewel, of ik vraag hulp voor, blablabla. En dan laat je het los en dan kijk je wat op je pad komt. Dat was het voor nu. Voor degenen die graag een 1-op-1 sessie zouden willen hebben, dus een transformatiesessie, online transformatiesessie, zijn we ondertussen met 3 coaches. Waarvan Evi en Sarah de meeste sessies op zich nemen. En die kan je allemaal reserveren via de website. Ook readingen, videoreadingen, online cursussen bij dat terug. De verschillende trajecten voor onder andere te werken met de vlammen. Specifiek gericht voor spirituele ondernemers. En dan ook de coachopleiding die de volgende groep start in januari. Ik denk dat ik het belangrijkste gezegd heb. Heb je vragen, zet ze gewoon onderaan elke video. Of ga naar de website en via de contactpagina kan je dat ook daar je vraag zetten. En dan komt dat bij mij terecht en dan ga ik je zeker een antwoord geven. Dat was het. Tot de volgende keer.